In deze tweede editie van onze serie, in verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart, praten we met een vooraanstaande journalist, Amanda Palis. Amanda Palis. Volgens Palis is de positie van de vrouw in de Surinaamse maatschappij door de jaren heen steeds verbeterd. Desondanks heeft Suriname nog een lange weg te gaan als het aankomt op vrouwenrechten en gelijkheid. Binnen de journalistiek lijkt het volgens Palis erop dat vrouwelijke journalisten soms veel harder werken. Het werk eist veel van een individu en moet een journalist op elk moment eruit kunnen om een gebeurtenis te verslaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want waar mannen gewoon hun tas kunnen pakken en vertrekken, moeten vrouwen nog aan een aantal dingen denken, zoals oppas voor de kinderen. En het is een very demanding job, journalistiek. Het is eenmaal 24 uur eigenlijk bezig zijn met je werk. Wat ook niet gezond is hoor, maar ja, het hoort er allemaal bij. Je hebt ervoor gekozen. En soms is het een challenge om je huishouden te draaien daarbij. Want je moet ook evenveel aandacht aan je kinderen geven. Evenveel aandacht aan je huishouden geven. Maar dat lukt niet altijd. Maar zolang je step by step bepaalde dingen uitzet van jezelf. Een timesheet van jezelf maakt. Dan moet het wel lukken. En niet zo hard tegen jezelf zijn als vrouw, moet ik zeggen. Want niet alles lukt. En dat is oké. Palis geeft verder aan dat de journalistiek toch wel enkele uitdagingen kent voor de vrouw. Zo is het werk in bepaalde gevallen gevaarlijker voor de vrouw. De competentie van de vrouw in de journalistiek wordt soms onderschat, meent Palis. Gelukkig heb je wel mannelijke journalisten, onze ook mannelijke collega's, die ons bijstaan en die zeggen van, hey, Sisa, je gaat niet alleen naar daar, we gaan naar jou, weet je. Maar als vrouw moet je sowieso meer denken aan veiligheid dan mannen. Misschien daarom leven we ook langer, omdat we daaraan denken. Maar ja, je hebt met veel meer gevaren te maken. Maar desondanks heb je toch veel vrouwen binnen de journalistiek die de guts hebben. En die gewoon gaan in het veld en hun werk doen, ondanks de gevaren. Vrouwen worden soms onderschat als het gaat om bepaalde topics. En dan denk je van, je bent een vrouw, wat zou je eigenlijk weten over sport? Maar misschien heb je je heel goed ingelezen en ben je erin bewogen. Of ben je zelfs een sporter en wil je dat zelf gaan verslaan. Dus dat soort zaken heb je ook nog. Je hebt ook momenten als je een vrouw, manspersoon moet interviewen. Dat je ook onderschat wordt vaak genoeg. Wat zou deze weten van politiek of economie? Maar ja, gelukkig is dat wel in mindere mate. Heb je van die gevallen die je soms tegenkomt. Maar ja, gelukkig in mindere mate. Journalist Palis raadt elke vrouw aan om zich te blijven scholen. Motiveert andere vrouwen niet stil te blijven zitten. En ook niet gauw tevreden te zijn met een klein ding. Vrouwen moeten meer liefde en waardering voor zichzelf hebben, besluit Palis.